het is inderdaad zo dat het ministeriële team dat zich bezighoudt met de COVID-19-situatie met spoed is bijeengekomen. Omdat wat gebleken is in de afgelopen dagen, en nadrukkelijk in de afgelopen 2 dagen heel snel is gegaan, is dat het aantal gevallen van besmette personen drastisch toeneemt, tot boven de 200-300 uitstijgt. Dat heeft consequenties, maar dat daarnaast ook het aantal doden dus toe is genomen. Dat zijn zorgpunten waar de regering uitermate sterk rekening mee houdt. De bedoeling van deze vergadering is geweest om niet alleen een stand van zaken te hebben, van wat is nu de situatie, maar ook te identificeren welke knelpunten, welke specifieke issues er spelen dat de zaak zou kunnen escaleren. En dat heeft te maken met de zorgcapaciteit, dat heeft te maken met het aantal IC-bedden, dat heeft te maken met wat voor personeel we hebben, maar ook met zaken als zuurstofvoorziening, wat betreft bijvoorbeeld de vluchten die richting Suriname moeten komen of niet moeten komen. Al dat soort zaken spelen mee. En ik denk dat het belangrijk is dat de regering zich daarover nadrukkelijk beraadt. Maar we zullen dit gesprek, deze stand van zaken, morgen voortzetten in de regeringsraadvergadering en dan met een besluit komen. Het enige wat ik kwijt wil is dat het zo ernstig is dat we ervan moeten uitgaan dat in de komende week maatregelen getroffen moeten worden om het geheel beheersbaar te maken. Laat me dit punt afsluiten met te zeggen dat we betreuren dat de samenleving door hun eigen onverantwoordelijk gedrag naar zo'n situatie hebben geleid. De grote events waar mensen bij elkaar zijn gekomen resulteren nu al in besmettingen. We zullen alleen maar merken dat dat zal toenemen over de komende dagen. We willen dus een ieder erop aandringen dat ze zich houden aan de COVID-regels. Een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en gezondheid. Anderen niet in gevaar brengen. Het is onverantwoordelijk om met grote massa's, en het is ook tegen het presidentieel besluit, in strijd met het presidentieel besluit, om met meer dan 5 mensen bij elkaar te komen. En het is jammer dat we moeten constateren nu dat we nu een escalatie zien, een probleem zien ontstaan in die samenleving, terwijl dat niet hoefde als iedereen zich hield aan die maatregelen van mondkapje op met name. En ervoor zorgen dat we natuurlijk afstand houden en met kleine groepjes alleen bij elkaar komen. Helaas, het is niet zo geweest en nu moeten we dus serieus gaan nadenken over de maatregelen die getroffen moeten worden om dit probleem van COVID-19 beheersbaar te houden. Ik denk dat er ook een recht is ten aanzien van volksgezondheid, om het zo te zeggen. Het algemeen belang moet altijd prevaleren. En wanneer we praten over het algemeen belang, het grotere doel, dan gaat het wel om de gezondheid van ieder. En de regering is absoluut voorstander van dat iedereen zijn recht kan hebben om mening te uiten. En dat kan altijd. Daarvoor hoef je niet allemaal samen te komen en op één grote bijeenkomst bij elkaar te zijn, op een onverantwoorde manier. Dat hoeft niet om dat recht te kunnen uiten. Dus dat blijft. Maar er zijn ook regels met betrekking tot het mogen demonstreren. Je hebt toestemming nodig. Je hebt je aan de regels te houden. In dit geval is die uitzonderlijke situatie dat we COVID-19 hebben, waar je bijzondere regels hebt waaraan je moet houden. Dat geldt voor een ieder, ongeacht. En dat betekent niet dat rechten worden vertrapt. Maar eigenlijk moeten we zeggen dat door die regels we juist de rechten in andere opzichten proberen te beschermen.